sport waar alles altijd sneller, verder en hoger moet gaan, dat in het speerwerpen een uitzondering is gemaakt. Een bijna niet voorkomend gegeven in de sport, zoals dat is gebeurd in het speerwerpen dus, dat men eigenlijk de klok 25 jaar tot 30 jaar heeft achteruitgezet, toen bij het klassieke type speer ook zo'n 80, 85 meter werd gegooid. De eerste man die 80 meter binnen was, Bud Held, een Amerikaan. Dat was in 1953. Held is overigens nog altijd een erg... Dit moet het opgenomen worp zijn. Ja, van Michel, een van de favorieten hier. Michel die trouwens, dat zien we nu op onze computer verschijnen, 81 meter 90 bereikte, dus aan de leiding staat met de worp die we zo net hebben gezien. 81 meter 90, dus het beste tot nog toe, 10 centimeter meer dan de Sovjetwerper Yevsyukov. En op de derde plaats Puste, ook uit de Sovjet-Unie met 79 meter 84. Zijn broer Dick Held, ontwerper is van spelen die hier overigens worden gebruikt. Die Held heeft al gezegd, nu de tafelmaaier van West-Duitsland, ik kan het horen. Die Dick Held heeft trouwens al gezegd dat over een vijftal jaren die achterstand weer zal zijn toegemaakt. Daaraan wordt toch wel getwijfeld. 5 jaar is een bijzonder korte tijd om zeg maar 20 meter goed te maken. Tafelmaaier dus, ook 28 al. Gooide ooit 91 meter 44, dat was 3 jaar geleden. Dit jaar 82 meter 90. En nu geen 80. Zoals u kan zien gaat deze speer ook bijzonder spits in de grond. Dat is een bijkomend voordeel wel voor de officials. Geen problemen meer om op te meten. Bij de vroegere types kreeg je meer een drijvende, een waaiende speer bijna die nogal eens plat viel. En dan waren er vaak problemen. Er werden nogal eens, naar het schijnt, centimeters en zelfs meters gepikt. 77 meter, hij kan meer. Ja, nicht zufrieden. Um die 75 Meter. Dat is de Joegoslaaf weer, Sejan Kvartsalic. Vrij jong, 25. Zijn concurrenten zijn allemaal ouder. Voorbij de 70 meter, maar niet erg veel. De man staat op dit moment zesde. Met 79 meter 50. Er zich door te beißen. Detlef Michel is de Weltmeister. Een großer Wettkämpfer, der Linkshänder, maar er komt niet heran. Dit is Heino Puste.
derde. Daar straks, nu intussen vijfde met 79,84 meter. Het wordt zijn tweede beurt. Na drie worpen mogen de eerste acht voortgaan. U zag hem daar straks bijna ten val komen. Met zijn linkerknie op, omzwachteld. Een man van 1,88 meter. 1,90 meter, 1 meter, tussen de 1,85 meter en de 1,90 meter, dat is zowat de lengte van deze atleten. En hij zit zo rond de 73, 74 meter. Zal dus vijfde blijven. Tussendoor even zeggen dat de speerwerpers een tegenwind hebben en dat is gunstig. In tegenstelling dus tot lopers en sprinters vooral. Is een tegenwind gunstig voor speerwerpers en ook voor discuswerpers. Klaas Tafelmeier. 79,36 in der Qualifikation, weit über 82. Publikum hier, so war es am Mittag, am Vormittag in den frühen Morgenstunden bei den Zehnkämpfern vor allem, ist glänzend, geht mit, feuert an, nicht nur die eigenen Athleten. Auch ein Dele Thompson bekam hier Beifall. Eine lange Phase der Konzentration. Einem urigen Schrei hinausgefeuert und der ist weit. Der steckt, da muss man zweimal hinschauen, bei 85 Metern. Es gibt ja keine offiziellen Rekorde, es gibt nur Bestleistungen, weil mit dem neuen Spiel erst seit dieser Saison geworfen ist. Aber das könnte, ja, was könnte es sein? Eine Medaille? Wir wollen nicht übertreiben. Er hat ihn voll getroffen, er fliegt weit. 84,76. So weit warf in Europa noch niemand. Der Amerikaner Tom Petranov, 85,38, der weiteste Wurf mit dem neuen Speer. Wir haben hier den zweitweitesten erlebt. Das wird Auftrieb geben. Er war in der Qualifikation, ich sage es noch einmal, voll da. Klaus Tafelmeier, der bei großen internationalen Wettkämpfen immer seine Schwierigkeiten. Nu weer vierde, uitkijkend wie naar voren schuift. Met nog iets meer dan vier ronden te lopen. De Oost-Duitser Waas. Staat tiende. De voorlopige klassering. ...75 meter, ietsje meer. 7-16-4, Radke 7-0-7 en buiten competitie Valjukevic 7-10. En die Valjukevic, dat moet ik toch nog snel zeggen, die werd hier gisteren tijdens de kwalificaties uitgeschakeld. Speerwerpen weer met Jef Sjukov, die derde staat. Met 81,80 meter. Hij was de man die tot enkele ogenblikken geleden de beste Europese prestatie op zijn naam had met 83,68 meter. Maar Tafelmeier heeft hij dus van tafel geveegd. Hij is nu de beste Europeaan. Nieuwe speer, altijd erbij zeggen, met 84,76 meter. En allicht gaat dat Tafelmeier een Europese medaille opleveren hier, allicht ook een gouden. Dat was dus Jef Sjukov, hier in herhaling. 78,58 meter wordt het.
voor deze man. Blijft derde achter Tafelmeier en de Oost-Duitser Michel. 50. Nu Caleta. Marek. Uit de Sovjet-Unie. Zijn beste 77-16. Goed voor de negende plaats. Hij moet dus beter doen om verder te mogen gooien. Hij is aan zijn derde worp toe. Hij doet dat niet. En mag waarschijnlijk naar de kleedkamers. Een van de drie Sovjet-speelwetten. Daar kan u het mee volgen. Ja, en bij de meeste lijkt de kracht en de veerkracht er wat uit, want ook hij overschrijdt nauwelijks de 70 meter. Dat is dus in het voordeel van de leider, Klaus Tafelmeier. En nu Michel. De man die als topfavoriet stond aangeschreven en nu tweede staat met 81 meter 90. Woont in Oost-Berlijn, 30 jaar ook. De wereldkampioen, nog altijd. Deed dat in 1983 die titel veroveren. Doet zeker niet beter dan die 81 meter. Want daar straks Michel, dus wereldkampioen. In 83 en in datzelfde jaar liet hij ook zijn beste prestatie optekenen. 96 meter 72. Vier jaar geleden was hij derde op het Europese kampioenschap. Achter Hoon en achter Puuste. Nu misschien tweede. Dit is Puuste weer. Heino Puuste, 30 jaar. In 80 in Moskou was hij er al bij. Werd daar vierde op de Olympische Spelen. In 83 nog eens vierde op het wereldkampioenschap. In datzelfde jaar bereikte hij ook de 94 meter. En nu blijft hij onder de 80. Dat blijft Michel dahinter. Een man die immer nog voor een überraschung goed is. Sehr lang, sehr intensiv, diese Konzentrationsphase, das habe ich bei ihm noch nie gesehen. Er hat sich, ja, hoch, aber er kippte dann schnell ab. 677 Meter. Er hat sich offensichtlich umgestellt, ist psychisch stabiler geworden. 84,76, sie stehen und ich glaube, wir geben zur Abwechslung wieder mal runter zu Bernd Heller. Ich glaube, Patrick Irk ist unten bei ihm. Ja, Europameister. Jetzt bleibt Michel dahinter, ein Mann, der immer noch für eine Überraschung gut ist. Sehr lang, sehr intensiv, diese Konzentrationsphase, das habe ich bei ihm noch nie gesehen. Er hat sich, ja, hoch, aber er kippte dann schnell ab. 677 Meter. Er hat sich offensichtlich umgestellt, ist psychisch stabiler geworden.
84, 76. Sie stehen. Waas weer uit Oost-Duitsland zal afvallen, allicht met die 76-24 staat daarmee 11e. 8 gaat er door. Nee. Zou om verder te mogen werpen voorbij de 77 meter moeten gooien en dat is hem niet gelukt van hieruit bekeken. Ouderswald 11-11, 6 Solotarjeva, de Sovjet-Russische 11-23. En dan blijven we nog over Dunn en Gaugel als 7e en 8e. De Brit Hill, eigenaardig genoeg van de twee Britten, Hill en Otley, hadden we Otley verwacht om door te gaan. Maar het is Hill die bij de beste 8 hoort hier op dit Europese kampioenschap. Otley, de best bekende. Hill staat net 8e. En ook hij blijft hangen. De atleten hebben geen medaille gehaald op de 100 meter. Ben jij eerst? Alleen Wilma van Gogh kan ik me herinneren. De tweede plaats in Athene 1969 op de 100 meter. Dat is toch alweer 17 jaar geleden. Dit was een foute worp van de Rus Yashikov bij het speerwerpen. Hij staat 3e in het klassement met 81,80 meter. Aan de leiding gaat de West-Duitse Tapermeyer met 84,76 meter. En tweede is de Oost-Duitser Michel met 81,90 meter. Je ziet hier de 81,80 van Jeffjoek. Tapermeyer nog altijd voor Michel aan de leiding. En nog altijd onduidelijkheid, onzekerheid en twijfel over wie nu derde is geworden in die 100 meter voor vrouwen. Voorlopig geen informatie op onze tweede monitor hier, aangesloten op de computer die snel alle uitslagen en tussenstanden moet verwerken. Maar voorlopig laat hij het afweten. De man die tweede staat, Michel. Met 81 meter en 90 centimeter. En nu om en bij de 75 meter. Nelly Koeman is derde. 10,91 voor Geur, 11,04 voor Nuneva als tweede. En 3,1108, dat is zoals al kon verwacht worden een Nederlands record. Twee Nederlandse records in twee dagen. Gisteren al 11-12 of 11-13. 11-12. En nu dus 11-08. 100ste seconde sneller dan Zilke. Je zou zeggen Europees record, want het Europees record is 83-68. Maar er zijn geen officiële records. I'll be back.